De mensen die hier werken met een beperking, die helpen mee aan de machine, aan de zeefdrukmachine, schuiven tasjes op, die dan daarna bedrukt worden. En als ze bedrukt zijn, moeten ze er ook weer afgehaald worden. En die halen ze dan ook weer van het plankje af en vervolgens gaan ze dan door de droogtunnel om te drogen. Kijk je dus eigenlijk hier de werkplaats in, naar voren toe, naar het gedeelte waar wij dus begonnen zijn. Is dit allemaal erbij gekomen als magazijnruimte? En dat is zo'n groot volume dat we kwamen echt ruimte tekort. En vandaar dus dit gedeelte erbij. Ja, nieuwe magazijnruimte. Hey, dit is 2/3 van de uitbouw. En dit is dus een derde gedeelte, de nieuwe plek voor Uniek. Die samenwerking is nu 2 jaar gaande. En Gavotech was eigenlijk op zoek naar extra handen. Wel een groep mensen die wat meer werkzaamheden zouden kunnen doen. En Uniek was eigenlijk op zoek naar een plek buiten de hoofdlocatie De Kei, wat in de wijk Dolfia zit en graag bij een extern bedrijf zou willen werken. We zijn natuurlijk op zoek gegaan naar een plek voor industriële werkzaamheden. En dat zijn werkzaamheden die mensen met een verstandelijke beperking graag willen doen. Het zijn repeterende handelingen, eenvoudige handelingen. En op die manier zijn we op zoek gegaan naar zo'n werkplek. Er werken nu in totaal 6 zorgvragers en eigenlijk willen we wel naar 10 of 12 zorgvragers in totaal. En dat kunnen we ook bieden omdat we nu 1 nieuwe ruimte krijgen zoals we achter en misschien straks nog gaan zien. En maar boven hebben we ook ruimte waar we wat meer creatieve werkzaamheden aan kunnen bieden. Dus ruimte zat en ja, tot maximaal 12 kunnen we sowieso wel gaan.